Er is nog niet bekend wanneer er een aanvang wordt gemaakt met de asfaltering van de weg naar Lange Tabiki in Marowene. Er kan dus geen tijdsindicatie gegeven worden voor het verharden van de bijzonder lange wegstrekking. Dit zegt de OW-minister Riyad Nur Mohammed. Maar we hebben wel het vooronderzoek al gedaan, waarbij we de haalbaarheid zijn nagegaan, samenwerking met Nieuwmond, het ministerie van Openbare Werken en wat private instellingen. Het is een aardig bedrag, dus wij gaan nagaan hoe we dat zouden kunnen financieren als we eenmaal groen licht geven als regering. Het is een belangrijke ontsluitingsweg, dat is de reden waarom we prioriteit willen of kunnen geven aan zulke wegen. Inderdaad, het zijn gemeenschappen, maar het ontsluit nog andere gebieden. Nur Mohammed benadrukt dat het erg duur is om deze lange weg te asfalteren. De weg is de belangrijkste strekking binnen de infrastructuur van de Meriamijn-operatie. De minister zegt dat de middelen om het project te starten een obstakel zijn. Maar je weet, verharden is een heel dure grap. Je moet het geld weer terug kunnen verdienen. En ik zeg, voor zulke wegen, er woont niet... Dus aanhalingstekens, je gaat de gewone burger die hier woont met de auto niet zwaar belasten. Je hebt hier enorm veel zwaar verkeer. De wegen moeten op een gegeven moment onderhouden worden door het land. Kijk, de afvalbakkenweg bijvoorbeeld. Het begint overal te verzakken. Dat is niet de bedoeling. Die weg is ooit aangelegd. Heel goede weg. 10 jaar lang. Maar het begint te verzakken en we kunnen plotseling niet onderhouden. Dus dat mag niet gebeuren. Anders is het waste of your money. Dus vanaf nu, als we wegen aanleggen, willen we ook gelijk een duurzaam onderhoudsmechanisme vaststellen voor die weg. De minister geeft aan dat het in de planning ligt dat de mijnbouwbedrijven die in het gebied opereren een bijdrage gaan leveren aan het asfalteren van de weg. In het nieuwe beleidsplan van openbare werken is opgenomen dat de ondernemingen de wegen in het binnenland gaan helpen onderhouden.